namen zegt, dan denken heel veel mensen een albollige plant. Maar die is helemaal weer terug van weg geweest, die plant. Hij is weer super hot. En niet alleen voor binnen, juist ook voor buiten is hij weer helemaal terug. Dit is de Picasso. Dat is een sterke plant die heel goed buiten kan. Kan ook prima in de tuinkamer of in de serre. Maar ook buiten op de terrastafel gaat hij hartstikke goed. En ouderwets of een klassieke uitstraling? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het ligt eraan waar je voor kiest. Ga je wat meer voor die landelijke stijl, dan kies je eigenlijk voor dit soort materiaal. Het is wat grover en er zitten wat meer ribbels in en meerdere kleuren. Maar op het moment dat ik diezelfde plant pak en ik zet hem in zo'n witte pot, dan zie je al dat hij veel moderner wordt. Dus door het kiezen van de juiste pot, kan je de plant oftewel klassiek maken of heel modern. En wat het leuke is met cyclamen, hij heeft bovenop al heel veel bloemen. Maar als je hem opentrekt, want die blijft aan de zijkant, dan zie je dat er allemaal verborgen knoppen nog in zitten. Dus hij blijft ook heel lang doorbloeien. Een cyclaam, die houdt ervan dat hij met zijn voeten nat staat, maar het knolletje, want eigenlijk is het een knolgewasje, die moet een beetje droger blijven staan. Maar door hem iets hoger in de pot te planten, weet ik dat die knol droger blijft. Ik wil een mooie verdeling maken en ik wil hem toch ook een beetje speels houden. Dus ik pak er ook wat hedera bij, om het toch iets speelser te maken. De hedera zet ik iets schuiner erin, dat hij eigenlijk wat sneller over de rand heen gaat hangen. Precies één gaatje over voor de laatste. Dat is deze. Die gaat er hierin. Zo. En wat ik dan doe is, ik ga heel voorzichtig met die takjes ga ik zo langs de plant op. Eventueel een keertje ertussendoor. En wat je gaat krijgen is dat het nog steeds een mooie compacte plant blijft. Maar juist doordat die hedera wat meer overal tussendoor kronkelt, zal je zien dat je daardoor een wat losser boeket gaat krijgen. Als er dan nog wat gaten over zijn, en vooral omdat het een strakkere pot moet zijn, gebruik ik daar stenen bij, zoals deze. Hier zit bijvoorbeeld nog een gaatje. Zou ik er mos voor gebruiken, dan vind ik dat het een veel te landelijke uitstraling krijgt. Nou, vind je het niet zo mooi als hij zo ver uitsteekt, zo'n hedera, dan knip je die gewoon af net naar het blaadje en dan kan je hem zo kort maken als je zelf wil. Hij gaat dan uiteindelijk weer mooi vertakken, waardoor je een mooi speels geheel houdt. Maar dan moet je eens kijken wat hier gebeurt. Een strak boeket van cyclamen voor buiten op tafel en een hele mooie strakke pot. Als ik ergens nog een gaatje zag zoals hier, wat stenen ertussen gelegd, waardoor je dus toch die hele moderne uitstraling krijgt. Geen mos, want dan maak je hem veel te landelijk. En wat je dan doet, in zo'n mooie strakke pot zoals deze, krijg je met een plant die misschien wel ouderwets wordt, in één keer een heel modern stuk.